Die Shapovalov had, of nou ja, heeft in mijn ogen wel gelijk. Het is wel een heel grappig shot voor jou. Je ziet net het kale bolletje van René steeds in beeld. Die kunnen ze niet ontwijken. Alsof, je kijkt daar linksonder in beeld. Wieke zit dat altijd helemaal in te smeren met make-up zo, weet je. Goed dat Wieke dat doet, anders glimt het te veel. René moet een keer naar zo'n goedkope dokter in Turkije. Ja, neem je mee. Ja, als ik nou 17 geweest zou zijn... Dan... Heb je hier nog een beetje oogst? Ja, dat kan nog wel. Waar? Ja, je flukkert hier vandaan en stopt ze hier op. Echt? Ja. Het kan nog. Heb jij bij jou is? Bij mij is het goed. Ja, had jij toen je zeg maar had je altijd dit haar? Ja, ja, dit is mijn eigen haar. Ja, nee, dat snap ik. Nee, maar ze pakken van hier. Ja, ja, maar zo wild was het ook. Ja, maar je ziet ook bij mensen dat lijkt het net borsthaar. Ja, nee, dat klopt. Maar die gaan hun haarlijn verleggen. Dus dan ga je hem lager doen. Zeg maar, dan heeft Johan opeens hier haar. Dat is ja. Dat hebben we daar een foto van? Dat noemen ze Turkse haarlijn. Noemen ze dat? Dat is niet mooi. Nee, nee. Maar bij jou kan het nog. Ja, ja. Maar ik zou niet meer zo'n bos willen hebben als jou. Dat, nee? Nee, dat hoeft niet. Hoe oud werd jij, Kaal? Anderhalf, denk ik. Laten we even naar